jongens, goed zo, helemaal goed. Even uitrusten, vast kom. Dood op de noos! Kom maar binnen. Regisseur Gnominus, ik moet je wat vertellen. Wat is onze geliefde agent Sherlock Gnomes is net doodgegaan aan een terroristische aanval. En hoe is dat allemaal gebeurd? Er was een gast en ik gooide een bom en zei dood aan de Gnomes. En nu ben jij onze enige goede agent. Dus jij moet nu erachter komen hoe hij is doodgegaan. Wie het heeft gedaan. Ja, ik ga meteen aan de slag. Oké. Laten we gaan. Maar eerst moet ik trainen. Anders kan ik de terroristen natuurlijk nooit aan. Nu ik getraind heb, moet ik alleen nog maar een schuilnaam bedenken, zodat ik minder opval en goed mijn werk kan doen. Oh, wat ben je mooi zeg. Je moet de liefde van mijn leven. Je moet een vrouw zijn, hè. Ik heb in elk geval een goede schuilnaam bedacht. En die naam is Jens Jorg. Oh, Jens Jorg, oh my god. Nou, ik ga er weer vandoor met mijn werk, want ik heb het druk. Maar drie personen daar. En die drie personen waren de leerling Abel, gymleraar Reinier en Sherlock Gnomes. En toen was er ineens iemand bijgekomen. En dat moet dan wel Johan Dijkstra zijn geweest. Want hij is echt het meest fanatieke lid van de anti-gnome groep. Laten we zijn vader opbellen, want misschien krijgen we dan wat meer informatie. Hallo, spreek je met Hendrik Dijkstra? Ja, je spreekt met Hendrik Dijkstra. Oh, oké, fijn. Ik ben Jens Jorg van AT5 en ik vroeg me af of ik jullie familie zou kunnen interviewen. Omdat ik heb gehoord dat jullie een hele goede band hebben. Wanneer zou dat kunnen? Ja, dat zou nu wel kunnen eigenlijk. Oh, kan dat nu? Oh, dan komen we er gelijk aan. Doei. Doei. Hallo. Hallo, mag ik binnenkomen? Want ik ben van AT5. Ja, waarom niet? Ik kom hier interviewen. Ja. Nou, ik heb er zin in. Wie ben jij? Ik ben Johan Dijkstra. Nou, bedankt dat je bent. Sta je onder arrest. Waarom? Jij wordt streng verdacht. Ja. Van een moord. Ja, dat moet je. Moord op een collega. Ja, zeg ze allemaal. Wij hebben heel veel bewijs. Ja, nou laat zien dan. Ik wil met de advocaat praten. Ja, dat doen we in de rechtszaak. Ja. Je hebt recht om te zwijgen. Stop met verzetten. Ja, meneer. Mee. Niet verzetten. En wat doe je? Dood op mijn hoofd!